245 euro, zeg. Ik vind het geen geld. Ik vind het een weggevertje, om je de waarheid te zeggen. Als ik dat zo eens goed bekijk, hè, dit begrijp je toch niet waar ze het van doen. Een stuk leer, hè, met twee andere stukjes leer er overheen genaaid. En je zou denken dat zoiets veel duurder zou zijn. Hè? 600 gulden, nou, dat is wel het minste dat je er zou vragen. Ik zou me geen raad weten zeggen. Ik zou overigens ook zo gauw niks beters weten om te doen, hoor, van 245 euro. Ik zou geen idee hebben. We kunnen als nodig voor 245 euro, kunnen we in Mozambique een waterpomp aanschaffen van 45 euro voor de start. In Burkina Faso onderwijs aan meisjes, 60 leerboeken, een schoolbord. Alsjeblieft. Een maandsalaris voor één onderwijzer kost ons 96 euro. In Ethiopië, vind ik altijd heel weinig, start een kippenvorm en aanleg van een groentetuin en je bent klaar voor 19 euro. En dan een jaar lang schoon drinkwater voor 24 kinderen, 85 euro. Opgeteld zijn we terug bij de 245 euro. Maar we kunnen ook iets heel anders doen. Boodschappen voor 245 euro. We kunnen ook voor diezelfde 245 euro 360 landmijnen laten ruimen. Alsjeblieft. In Afghanistan. En daar redden we heel veel levens mee. En omdat deze mevrouw en ik ideologisch ook op dezelfde lijn zitten, zie je dat ook in de kleding weer een beetje terug. Je ziet het maar, je kunt dus als je rijk bent helemaal niet kopen wat je wil. Dat kan dus niet, als je er dieper over nadenkt. Ja, als je een klootzak bent, dan kan het natuurlijk wel. Ja, als je een klootzak bent, is het makkelijk, dan kan ik het ook. Kijk, als je klootzak bent, is er niks aan. Dan kan je gewoon het PC hoofd inlopen en een paar slippers kopen voor 245 euro. Dat is helemaal niet moeilijk. Als je een klootzak bent, dan kan je dus alles kopen wat je wil. Ja, als je zo'n lul bent als de prinselijke jacht, God hebben ze ziel overigens. Dan kun je dus gewoon zonder blik of blozen een jacht van 200 miljoen kopen. Om gewoon dan lekker 3 jaar lang helemaal niet mee te gaan varen met gouden trapleuningen. Hè? En dan ga je gewoon met droge ogen in een Armani pak met je butler in een Bentley zitten. Hè? Dat is een koud kunstje. Kopen wat je wil. Als je klootzak bent. Maar als je nou bijvoorbeeld geen klootzak bent. Zoals de meeste mensen naar ik aanneem ook in deze college al zijn. Dan kun je dus, als je eenmaal rijk bent, helemaal niet zomaar kopen wat je maar wil. Dan kun je, als je onverhoopt rijk wordt, maar één ding doen. Zoveel mogelijk geld overmaken naar goede doelen. Daar red je namelijk heel veel levens mee van, misschien heel gek, andere mensen die niet rijk zijn. Goed, tot zover ons eerste argument. De grote vraag, moeten wij proberen rijk te worden om daarna alles te kunnen kopen? Kunnen wij beantwoorden met een rechtgeaard en welgemeend. Niet zo heel slecht getimed dit keer. Mooi, dat dacht ik ook. Sterker nog, ik wist het eigenlijk al beter van niet, want ik heb de cursus zelf bedacht. Het zou toch hoogst merkwaardig worden als er opeens een stempel uit de hemel viel met de tekst. Ja, natuurlijk, eikel. Nou, we gaan eens eventjes kijken waar we gebleven zijn.